Zij zeg maar uit de boog vliegt. Maar ja, dat gaat hard hoor, zo'n kat. Dat weet ik. Zo hard. Ben je er niet bang voor? Maar of zeg je van, nou ja, het zit gewoon in haar. Maar eigenlijk was ik banger voor het feit dat ze de rijbewijs moest halen. De eerste keer in mijn auto zou gaan rijden. Oh. Ja, echt, ik doe mijn hart vast. Nee? Rijdt ze hard? Er is niks gebeurd. Nee, echt niks gebeurd. Ze rijdt heel goed. Oké, goed. Heeft ze wel de rijbewijs echt gehaald? Ja, absoluut. In één keer? Ook dat nog. Eerste keer geslaagd. Ja, applaus. Maar je hebt thuis een bakkerij, geloof ik, of niet? En je, ik weet niet wat je doet hoor, maar ja, ik bedoel, heb je een eigen bedrijf als bakkerij toch, of niet? Ja, ik stel je die vraag, omdat toen jullie 2 jaar geleden naar Zwitserland gingen, had jij de hele week, het hele EK, heb jij allemaal broodjes gesmeerd voor zowel het heren- als damesteam, heb jij dat helemaal verzorgd. Elke dag boodschappen gedaan, zoveel broodjes. Ik denk, nou, jullie hebben een eigen bakkerij. Ja, je had het kunnen denken, ja. Ik heb het zelf ook eens gedacht. Nou, maar vind je het leuk om dat allemaal te doen? Jee, wat geweldig. De vrouw waar het huisje van huurde, in Zwitserland, die Zwitserse vrouw. En die heeft dus, die zei ook van elke dag, die zag ons elke dag ook lopen. En met die enorme tas en de dozen van allemaal. En nou, zij heeft ons ontzettend geholpen. En die dacht ook zo van, nou, we kunnen misschien wel een eigen bedrijf beginnen hierin. Nou ja, hij zei het al, dat hij in Zwitserland iedere dag ook altijd bij die bakkerij broodjes bestelde, heel veel, broden. Dagelijks, hè. En die bakkerij, bakker dacht dat hij ook zijn eigen bedrijf ging oprichten, omdat hij dan daar zijn broodjes weer ging verkopen. Maar dat was allemaal te behoeven voor de sporters, dat die broodjes allemaal gesmeerd werden. Maar het afgelopen WK in Zweden, ben je ook weer naartoe gegaan, hè? Dat klopt. Overal ga je met haar mee. En je vrouw ook? Ja, mijn vrouw gaat mee, zeker. En ga je ook weer broodjes smeren? Nee. Geen broodjes smeren weer. Oké. Even rust. Maar we nemen de ballen mee. Ja. Wat neem je mee? Alle andere dingen nemen we mee, ja. Genoeg. Komt heel goed. Je ziet natuurlijk, wat wie is die man toch, hè? Ja, maar ik vind het gewoon heel bijzonder dat iemand op zijn verjaardag hier komt en dan vorig jaar dat zijn dochter dus gekozen was tot sportvrouw en hoe het met haar verder gegaan is en de aandacht die ze heeft gekregen in haar woonomgeving en ook bij haar eigen vereniging. Ik wil ook zeggen dat de trainer van dit team, van Telstar in IJmuiden, ook zou komen, omdat deze trainer haar ook in het verleden heel veel heeft getraind op keepergebied. Hij kon vandaag helaas niet komen, omdat hij met zijn eigen club vanavond een oefenwedstrijd had, hè? Ja? Dat klopt, een oefenwedstrijd. Ja, en daar moest hij dus begeleiden, dus vandaar. En hij kon niet komen, dus vandaar. Dit. Maar hoe vond je nou om hier te staan op het podium, Sco, ten overstaan van die hele zaal? Ja, in eerste instantie wel. Dat is wel een lamp. Ja. Nou, doe je jas eruit dan. Ik zal je even wat voorzien van wat frisse lucht. Nou, oh, dankjewel, ja. Gedaan. Maar ja. Het is ook erg mooi en leuk om te zien hier. Ja, zeker. Jullie zijn erg enthousiast. Goed. Maar het is nu wel het moment aangebroken om te vertellen wie en wat de sportvrouw van 2018. Wederom, 2 maal achter elkaar, sportvrouw, grote applaus, Elise Hartog. Gefeliciteerd, dankjewel. Het is heel bijzonder hoor, dat hebben we in het verleden ook nooit gehad, dat als vader je dochter de prijs mag uitreiken. Dus bij deze, je reikt de prijs uit aan je dochter. Van harte gefeliciteerd. Heel goed gedaan. En zo doorgaan, hè? Ja, ja. Alsjeblieft.
Ik denk dat Elisa vast wel iets wil zeggen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Kom, de assistent, help even. Ja, dankjewel voor deze prijs. Die bloemen moeten terug, hoor. Die bloemen moeten allemaal terug. Ik kon het allemaal niet onthouden, dus ik heb het maar even op papier gezet. Zal ik het vasthouden voor je, dat papiertje? Nou, graag. Lieve mensen, familie, vrienden, dames, heren. Het is wel misschien verbazend waarom ik hier wil staan om een toespraak te houden. Maar ik denk dat het een mooi moment is om te vertellen dat ik een aantal mensen wil bedanken. Ten eerste wil ik de sponsors en de mensen die klaar hebben gestaan voor ons bedanken. Door hun hebben wij naar het WK kunnen gaan in Zweden. En dat heeft ons goed gedaan. Wij hebben een hele mooie ervaring daar gekregen. En wij hebben gevochten voor ons eigen land. En we hebben de vijfde plaats bereikt. We zijn voor het goud gegaan, maar vijfde was ook heel mooi. Heren zijn 6e geworden. En ik ben uitgeroepen tot de beste keepster van de wereld. En dat, ja, daar heb ik gewoon geen woorden voor. Dat was echt geweldig. En het was een hele mooie prestatie. We zijn in ontwikkeling met het damesteam. En we hebben hard gewerkt. Gevochten als leeuwinnen. En ons eigen land, ik denk dat ze trots zijn op zowel de dames als de heren. Ik ben heel erg blij dat ik dit heb mee mogen maken. Want anders stond ik ook niet hier. En dan was ik ook vorig jaar niet sportvrouw van 2010 geworden. En ik kan nog zoveel meer opnoemen. Maar ik wil DP nogmaals bedanken. Ik bedoel, DP is er niet vanavond. Maar ik wil hem heel erg bedanken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Hij heeft heel veel energie in ons gestoken om ons te ondersteunen. Dus dank daarvoor. En daarnaast wil ik ook de stafleden bedanken. En ook keepster Olga, de reservekeepster. En vader van het keepersteam Niels. En Marcel uiteraard. En onze brave fysiotherapeut Bob en lieve fysiotherapeut Debbie. Heel erg bedankt voor alles. En er zijn nog meer mensen die ik zou willen bedanken. Waaronder mijn ouders, mijn zus, haar vriend en mijn eigen vriend. En het is fijn om te weten dat zoveel mensen achter ons of achter mij hebben gestaan. En mijn ouders zijn overal met mij mee naartoe gegaan. Voor een oefenwedstrijd, voor een echte wedstrijd, voor een training, noem maar op. Ze zijn overal mee naartoe gegaan om ons te supporteren. En ze waren ook inderdaad 2 jaar geleden op het EK en afgelopen WK waren ze er weer. En wat Henk net al vertelde, dat in 2010 hebben mijn ouders broodjes gesmeerd. Nou, ze waren de beste broodjesmeerder tot nu toe, kan ik jullie zeggen. Het doet ons heel erg goed. Heel erg bedankt. En ik kijk alweer uit naar het volgende EK en WK op het moment dat ik nog steeds in de selectie zal zitten. Wat je natuurlijk nooit weet. Bedankt voor de aandacht. Ik wil die presentjes, die moeten terug naar Elisa, hoor. Ja, dankjewel, Elisa. Misschien kan je vader erbij op de foto? Zelf, samen? Gefeliciteerd nogmaals. Ben ik nu... Ben ik even? Die mensen zien het. Nou, ik zou graag wel... Het is mijn vrouw, hallo. Ja, het is nog heel even. Komt ze zo wel weer terug bij het jou. Het is mijn eigen vrouw. Doe maar rustig, ga maar rustig. Ja, dat doe ik maar.
Tjonge, jonge, jonge. Hey, wat, wil je die stoelen wat naar voren halen? Kijk eens. Al die medailles. Ik heb het al eerder aangegeven. En ook de voorzitter van de jurycommissie heeft aangegeven dat jij veel te laat bent. Dat had je, die sporten die heb je in het verre verleden gedaan. Dan kom je hier nu weer. Ik heb zoveel gehaald in het verleden, maar ik ben nog nooit heb ik de sportman van het jaar ben ik geworden. Nog nooit. Ga maar gewoon zitten op deze stoel. Nee. Jawel, ik zal even uitleggen. Ik heb zo lang sport, maar moet je kijken wat ik allemaal heb. Al mijn medailles. Ja, ik zal... hij is zo geweldig. Let op. En hier, en nu? Nou ja. Ik ben de, kijk, ik ben de beste sportman, let op! Doe. Ik zie jullie wel, ik ben het. De beste. Kijk, zie je wel? Altijd gesport, alles behaald. Manlief. Jij bent niet gekozen, niet genomineerd, verder niets. Ik bedoel, jij bent toch de heer Woest? Nou, jouw naam staat hier niet op mijn papiertje. Kom dan terug, kom dan terug. Neem hem mee. Gewoon op de eerste rij gaan zitten. Kom nou maar. Zorg nou dat deze mensen van het podium afkomen. Kom nou maar, kom. Ik doe mijn best. Pas op, dat stapje hier. Oh, en hier. Nee, sorry. Ja. Maar goed, sportman. Dat is echt het laatste item van vanavond. Ik wil graag de drie sportmannen noemen en vragen of die hier zitten op de kruk plaats willen nemen. Je bent een vrouw. Ja. Alex Denkes, de keeper. Welkom. De volleyballer. Joël van der Schans. En nog een meneer. Ja, de zwemmer Roland van der Lucht. Wil hij ook naar voren komen? Roland, waar ben je? Roland? Waar is Roland? Alweer? Ik heb ook gezwommen. Al 3 jaar lang is hij genomineerd. Hij komt er al aan. Voor de sportman. Roland, welkom. Nou, jullie zien hier die heren. Het is een mooie man. Sterke mannen, hè? Mooie mannen. Alex, misschien een nieuw gezicht voor jullie of niet. Maar dit jaar is hij genomineerd als sportman, de keeper van voetbal. Vorig jaar is hij naar het EK Denemarken geweest. Nationaal team veldvoetbal. En ik heb begrepen, zo alles lezende, dat hij alle wedstrijden in topvorm was. Als keeper, toch? Nou, een applaus voor de Alex. Hij heeft ons doel vaak weten. In de wedstrijd tegen Great Britain, dus Engeland, na afloop daarvan, heeft de organisatie en scheidsrechters hem uitgeroepen tot beste speler van die partij. Hij kreeg dan een bord of een bal, ik weet het niet precies. Maar hij was de beste speler van die match. Klopt dat? Was je er trots op, Alex? Ja, dat klopt. Ja, goed gezegd. Logisch. Ja, logisch dat je trots bent. Ja, maar goed. Hey, het elftal, hè? Er staat ook wat aantal jonge spelers bij, hè? 16 jaar